In de afgelopen 3 decennia zijn 10 kinderen in zijn armen om het leven gekomen. Maar Mohamed Bzeek is niet van plan binnenkort te stoppen met het adopteren van kinderen. Hij beschrijft het als zijn levensmissie en mensen uit de hele wereld doneren geld, zodat hij kan blijven doen wat hij doet. Blijf naar deze video kijken om te achterhalen waarom. Dit is Mohamed Bzeek. Hij werd geboren in Libië en kwam in 1978 als student naar de Verenigde Staten om elektrotechniek te studeren. In 1989 trouwde hij met zijn inmiddels overleden vrouw Dawn en in 1997 werd hij een Amerikaans staatsburger. Dawn was een voormalige pleegmoeder en voorvechter voor betere pleegzorg. Haar grootouders waren pleegouders geweest en ze werd door hen geïnspireerd. Voor het koppel elkaar ontmoette, had ze haar huis opengesteld als noodopvang voor pleegkinderen die onmiddellijke plaatsing nodig hadden of die onder beschermende voogdij geplaatst werden. Samen hebben Dawn en Mohamed voor tientallen kinderen gezorgd en ze ontwikkelden diepgaande banden met gehandicapten en in de steek gelaten kinderen die liefde en vriendelijkheid het hardst nodig hadden. Hun leven heeft waarde. Het maakt me blij als ik ze zie glimlachen en weet dat ze gelukkig en tevreden zijn, zegt Mohamed. Je hebt geen woorden nodig om dat te weten. Helaas overleed Dawn een paar jaar geleden, maar Mohamed besloot door te gaan met wat hij graag doet. Voor hem leek het niet meer dan vanzelfsprekend om hiermee verder te gaan en hij wilde haar nalatenschap eren door een liefdevol thuis te bieden aan de kinderen die dat het meest nodig hebben. Mohamed, die ooit marathonloper was voor hij naar de Verenigde Staten kwam, zorgde ook voor zijn biologische zoon Adam, die geboren werd met dwerggroei en osteogenesis imperfecta. De term osteogenesis imperfecta betekent onvolmaakte botvorming. Het wordt ook broze botziekte genoemd omdat mensen met deze aandoening botten hebben die gemakkelijk breken bij lichte verwondingen of zelfs zonder duidelijke oorzaak. De jongen heeft bijna elk bot in zijn lichaam op een bepaald moment gebroken en heeft veel verzorging nodig. Maar toch had Mohamed nog meer liefde te geven en nu, al ruim 3 decennia, ontvangt en verzorgt hij kinderen die door alle anderen maar al te vaak verwaarloosd worden. Terminaal zieke pleegkinderen die vaak niet kunnen zien, horen of praten en maar een korte tijd op deze aarde hebben om liefde, vriendelijkheid en plezier te ervaren. Voor haar overlijden in 2014 kende het Los Angeles County Department of Children's and Family Service Dawn en Mohamed al bij naam, omdat zij de enigen waren die bereid waren zieke kinderen op te vangen. In 1995 besloten we weeskinderen te adopteren die in ziekenhuizen achtergelaten of door de staat bij hun familie weggehaald waren wegens geweld en dwang, legde Mohamed uit. Het enige huis dat in Los Angeles weeskinderen en kinderen die op het punt staan te sterven opneemt, is mijn huis. Ik heb sinds 1989 80 kinderen opgevangen en 10 kinderen kwamen in mijn armen om het leven. Zoals je wel kan voorstellen, hebben de kinderen constant verzorging nodig. Bijna alle kinderen die hun laatste jaren bij Bzeek doorbrachten, kwamen als kind rechtstreeks uit de ziekenhuizen van Los Angeles County naar hem toe, omdat ze daar afgestaan of in de steek gelaten waren door ouders die niet in staat waren voor hen te zorgen. Het departement van kinderhulp in LA werkt heel intensief met Bzeek samen. Ze vertellen hem wanneer kinderen op het punt staan te overlijden en vragen of hij ze kan adopteren. Ze weten dat hij niet aarzelt om hen te aanvaarden. Als ik ze niet in huis neem, worden ze naar ziekenhuizen gestuurd omdat ze geen familie of huis hebben, legde Mohamed uit. Maar als ik ze in huis neem, voelen ze een familiale sfeer. Ze voelen zich veilig en zijn geliefd tot het eind van hun leven. Als iemand ons ooit belt en zegt, dit kind moet naar een verpleeghuis, dan is er maar één naam waar we aan denken, zei Melissa. Een coördinator die plaatsingen voor zieke kinderen regelt. Hij is de enige die een kind opvangt dat het mogelijk niet zou halen. In veel gevallen geeft Mohamed de kinderen niet alleen onderdak en liefde, maar ook een naam. De kinderen worden vaak in het ziekenhuis achtergelaten en dikwijls hebben hun biologische ouders hen geen naam gegeven. Babyjongen of babymeisje is meestal het enige dat op het papier geschreven staat. In 2011 besloot Mohamed een jong bedlegerig meisje in huis te nemen dat leed aan een zeldzame hersenaandoening. Samantha was haar naam. Het meisje was blind, doof en verlamd aan zowel haar armen als haar benen. Ze had bijna geen hersenen, had veel stuiptrekkingen en de enige manier om met haar te communiceren was door aanraking. Ik weet dat ze niet kan horen en me niet kan zien, maar ik praat toch altijd met haar, zei Mohamed toen. Ik hou haar altijd vast, speel met haar en raak haar aan. Ze heeft gevoelens, ze heeft een ziel, ze is een mens. En ik wil dat ze weet dat iemand er voor haar is. Iemand houdt van haar, ze is niet alleen. In de video's zie je duidelijk hoe goed hij voor het meisje zorgt. Mohamed nam haar in het gezin op toen ze pas 6 weken oud was.
En in die tijd zeiden haar dokters dat ze maar een paar maanden zou leven. Maar dankzij de toewijding en liefdevolle zorg van Mohammed werd Samantha bijna 9 jaar oud. Helaas overleed het meisje 2 dagen voor haar 9e verjaardag. Dus in plaats van haar verjaardag te vieren, vierde ze haar leven. Mohammed zegt dat de zorg voor mensen die zo ziek zijn een heel pijnlijk proces is. Hij is zich voortdurend bewust van het feit dat hun tijd samen kostbaar is. Ik weet dat het op hartzeer zal uitlopen. Ik weet dat het veel werk is en ik weet dat het me soms pijn zal doen. Natuurlijk voel ik me verdrietig. Maar, naar mijn mening, moeten we altijd ons best doen om elkaar te helpen. Nu heeft Mohammed ook te kampen met zijn eigen gezondheidsproblemen. Enkele jaren geleden vertelden dokters hem dat hij darmkanker stadium 2 had. Toen hij zich in een ziekenhuis liet opnemen voor darmkanker, was hij doodsbang. Zonder familieleden die hem naar zijn operatie konden vergezellen, was hij bang zijn onzekere lot alleen tegemoet te treden. Hij beschreef zijn reactie als volgt: "Ik had geen familie bij me en ik was bang. Ik voelde me net zoals deze kinderen zich voelen. Ze zijn alleen. Als ik 62 ben en ik ben bang, hoe zit het dan met hen?" De ervaring van Mohammed in het ziekenhuis deed hem, nog maar eens, beseffen waarom hij ervoor kiest om kinderen die terminaal ziek zijn te helpen. Hij wil dat ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een liefdevolle en ondersteunende familie. Iets wat elk mens nodig heeft en verdient. Toen de LA Times in 2017 een artikel over zijn verhaal publiceerde, kreeg Mohammed enorme belangstelling van de media. Mensen van over de hele wereld reageerden en reikten hem de hand om hem te loven voor zijn goede daden. En hij kreeg zelfs de International Benevolence Award van de Dianet Stichting. Over zijn leven is ook een documentaire gemaakt, geregisseerd door Ansar Altay. De documentaire heet Guardians of Angels en de 2 minuten durende trailer is op YouTube al 500.000 keer bekeken. 1 persoon besloot ook om namens Mohammed een GoFundMe te openen. Mohammed wist van niets en kwam er pas achter toen het GoFundMe-bedrijf zelf contact met hem opnam en hem informeerde over het geld dat voor hem was binnengekomen. Inmiddels is er al meer dan €640.000 gedoneerd. En nog steeds doneren mensen bijna dagelijks. De donaties zijn een enorme aanvulling op de €1.300 die hij per maand van LA County krijgt voor zijn pleegzorg. Op de pagina staat dat de GoFundMe-rekening oorspronkelijk was opgezet om geld in te zamelen, zodat Mohammed het naar eigen inzicht kon besteden aan alles wat de kwaliteit van zijn leven en dat van zijn kinderen zou verbeteren. Het geld is vooral gebruikt voor enkele essentiële verbeteringen aan het huis, zoals de installatie van centrale airconditioning en verwarming. Dit heeft het leven van hem en de pleegkinderen een stuk aangenamer gemaakt, zeker gezien de vele hittegolven die Californië de laatste jaren heeft doorgemaakt. Want veel van de kinderen van Mohammed hebben problemen met het regelen van hun lichaamstemperatuur. En daarvoor had Mohammed alleen een ventilator in zijn huiskamer. Omdat het er in de zomer erg heet kan worden, moest de familie vroeger al hun tijd in de woonkamer doorbrengen, in de buurt van de ventilator. Andere ingrijpende reparaties en verbeteringen aan het huis zijn de installatie van een boiler en de reparatie van het dak, dat al een tijdje behoorlijk lekte. Mohammed is ook erg afhankelijk van zijn busje om zijn kinderen naar dokters en ziekenhuisbezoeken te brengen. En omdat hij met een heel oud exemplaar reed, besloot hij een deel van de donaties te gebruiken om een rolstoeltoegankelijk voertuig aan te schaffen. Ook zijn biologische zoon Adam heeft een deel van het geld gebruikt om de kosten van zijn opleiding aan de universiteit te bekostigen. Adam gebruikt een elektrische rolstoel en Mohammed heeft wat geld vrijgemaakt voor enkele noodzakelijke reparaties daaraan. Hij is ook bezig zijn huis toegankelijker te maken voor Adam en is van plan de deuropeningen te laten verbreden en Adams kamer te vergroten. En dankzij de giften werkt Mohammed de laatste jaren samen met een verpleegster. Daarvoor had hij sinds 2010 geen enkele dag vrijgenomen. In 2010 nam hij 6 weken vrij om familie in Libië te bezoeken. Maar afgezien daarvan heeft hij sinds 2000 geen enkele vrije dag genomen. Dankzij de donaties kon hij een verpleegster inhuren die elke dag komt zodat hij kleine pauzes kan nemen, boodschappen kan doen en in de moskee kan gaan bidden. De giften waren een enorme hulp en hebben Mohammed en zijn gezin in staat gesteld comfortabeler te leven. Iets wat ze zeker verdienen. Wat een prachtig verhaal. Ik heb alleen maar bewondering voor de enorme moed, eindeloze liefde en toewijding die deze man met de wereld deelt. Vond jij dit verhaal ook inspirerend? En zou jij zoiets kunnen doen? Deel je mening in de comments. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Tot morgen voor de volgende video.